Binnen voor niks. Voor niks voor rest. Voor rest aan deze kant. Ik zal even aan de even op te leggen en meteen weghalen. Even op de hier op de hand. Oh, nee. Hoe voelt dat? Nou, ja. Dat is heel even. Oké. Okay. Begrijp je het? Nu heeft ze al een gigantische stap bereikt. En ze kleineert het. Ze zegt nog maar blijven. Luister, hoe lang ze geleden je slang aangeraakt hebt. Het enige wat ze gedaan heeft is vorige week naar televisie gekeken. Gaat van allemaal vis. Moet er niet aan denken. En dan doet ze het even en zegt, dat was maar even. He? Zo, leg hem even op de arm heen zo. Ik kan de arm, hè. Zo, even je slangen dan even. Zo, leg hem even helemaal over je hersen. Oké, okay, kijk naar mij. Oké. Okay. Kijk naar mijn bek. Is er verschil tussen zijn bek en mijn bek? Is er mannetje of vrouwtje bij je? Is ook niet belangrijk. Zeg, hartstikke mooi. Maar ik heb je handen vast. Kijk eens een mooi beest is. Ja. Dus voorstel dat er foto's moet gemaakt worden. Als je dat thuis nou heb je een relatie? Oké. Okay. Als je nou deze foto's thuis laat zien, wat zeg je vent dan? Je bent niet lekker. Of zegt hij, wat ben je een kanjer van een wijfie? Dat je dat doet. Ja. Dat heb je. Dus het is makkelijk om te zeggen. Het is makkelijk om te zeggen. Zo. Het is makkelijk om te zeggen van, maar luister, wat ben je toch een idioot als je zegt wat ben je een kanjer? Neem nou even aan. Geniet ervan, kijk nou eens even. Kijk nou eens naar de mooie kleur. Hij is prachtig. Nee, oké. Okay. Juist, hij is het mooi. Maar misschien is dat vroeger als klein kind er is een verhaal verteld. Maar dat is niet belangrijk. Gisteren is geschiedenis. Rustig, kijk naar mij. Geniet van mij dan. Ja, je kunt gewoon van mij genieten natuurlijk. Oh, dat is ook goed, je mag ook wel eens op je partner zijn. Is je knapper dan ik? Ja, zeker. Als je me beledigt, laat ik je alleen. Nee. Ben je het met me eens? Is hij knapper of lelijker dan ik? Nee. Als je het verkeerde antwoord geeft, laat ik je alleen. Hij is lelijker dan jij. Dan? Zo zie je dus dat de werkelijkheid wordt altijd ingekleurd. Is zo subjectief. Kijk maar. En denk aan hem. Nee. Voel je dat? Hoe goed je bent? Ja. Hoe krachtig je bent? Hoe heet je partner? Albert. Van Linde? Ik wil helemaal niks bij je komen. Dat heet ik een lelijk gezicht. Het is altijd de macht der... Wat zeg je? Je zit in je kaartje vast. Kijk, het is altijd de macht der vergelijking. Het is gewoon... Zo. Het is altijd de macht der vergelijking. Toch? Je hebt een klein vergeleken bij mij. Ja, dat klopt. En ik ben lelijk vergeleken bij hem. Maar knap vergeleken bij Albert. Net zelf gezegd. En ondertussen staan we al 3 minuten. En ondertussen Sylvia rustig met mij aan het praten. En ondertussen denkt ze steeds aan Albert. Dus we moeten oppassen dat ze straks niet thuis komt en zegt Albert is lang. Laat hij er nou niet zijn vanavond. Nee, Albert niet thuis vanavond. Nou, maar morgen komt hij dan. Maar je zal er trots op je zijn of niet? Zeker. Juist. Zie je nu. Ja, en ook op mijn hand. Zo, laat ik je even los. Nee, wat smalen. Ja, nee, je laat hem niet vallen. Jawel. Als je hem laat vallen, bijt hij. Het gaat erom om te laten zien voor jezelf dat je mij niet nodig hebt. Want namelijk de geest is zo slim. Namelijk als je dus iets gedaan hebt met succes en je gaat naar huis toe en je zegt ja, maar ik heb het gedaan omdat Emel mijn hand vasthield. Ik heb het gedaan omdat Emel dicht bij me stond. Dan is de referentie dus waardeloos. Dus je moet voor jezelf nu weten dat jij het gedaan hebt. Kijk maar op. Zie jezelf staan. En gezond. En met plezier. In het open glas. Zie jezelf staan. En gezond. En met plezier in het open glas. Adem in je neus, adem uit je mond. Adem in je neus, adem uit je mond. Alleen in de neus, aan mijn mond. Dus dat is namelijk makkelijk om te visualiseren. Mensen die depressief zijn, die gaan de adem namelijk onder in de buik.
komt minder zuurstof in het lijf. En als er minder zuurstof in het lijf komt, wat gebeurt er dan? Minder verbranding. En als je minder verbranding hebt, ben je minder actief en word je meer depressief. Dus als je omhoog haalt, kun je visualiseren. Dan zie je de zon weer in de toekomst schijnen, dan heb je hoop. Als je geen hoop hebt, ben je wanhopig. Hij staat er maar. Zie je? Kijk hem mee, lach er als uit. Spring je voor hen? Nee. Spring je voor mij? Nee. Voor wie spring je dan? Voor mij. Voor jezelf. Zeg. Ontmoeten aan de rechterkant. Ja. Iedereen heeft ook een aparte voorkeur. De ene is met links en de andere met de rechts. Ja. Oké. Mag je naast je komen staan? Ja. Oké. Op wat voor afstand? Gewoon naast. Oké, naast. Dus kun je naast je komen staan? Ja. Zo. De eerste spin is blond. Een blonde star. Een blonde star. De eerste spin is betrouwbaar. Even een klein beetje haar en schaam maar. Die heeft nu nog wel de bom. Die heeft spin in vier wel tanden. Ja, dat kan wel. En in de mond. En die heeft spin in blauwe ogen, zacht blauwe, wakker blauwe ogen. Zou iedereen de spin even op je handje mogen staan? Heel eventjes maar en dan weer. Heel even is erop en eraf. Zo. Kijk naar hem, kijk naar mij en denk aan Erik de spin. Zo, zet hem op, erop en eraf. Zo. En dan weer af. Er gebeurt alleen maar datgene wat jij zegt wat er moet gebeuren. Vertel nou eens even, hoe voelde de klonken van Erik de spin aan? Dat even kan zien, ik blijf bij je. Zo. Had ik dat gedacht? 15 minuten geleden, dames en heren. Dus binnen 15 minuten, binnen 10 minuten eigenlijk, heeft ze vrijwillig dus Erik en Peter op haar handen toegelaten. Kunt u zich voorstellen wat een prestatie dat is? Hoe beloon je een prestatie? Zeg nooit dat je niet veranderen kunt. Zeg nooit dat je ergens bang voor bent. Want overal waar je bang voor bent, dat heeft in zich dat je dus jezelf moet confronteren met die angst om er heen te gaan. Want gisteren verstijfden ze nog bij het woord spin. Vanaf vandaag zal het alleen maar zeggen, god leuk, die beestjes. Oké. Okay. Die griezel die bang voor spinnen was. Zij was bang voor spinnen 5 minuten geleden. Wat voor een overwinning heeft zij bereikt in haar leven, dames en heren? Geweldig, exact. Kijk, dit is nou een referentiekader. Dit vergeet u nooit meer de rest van uw leven. Als u voortaan kijkt naar de film en u ziet een spin, dan denkt u aan haar. Als zij een spin ziet, zal ze hem oppakken en naar buiten toe brengen. En elke angst waar jij mee geconfronteerd bent, en je denkt, en je kijkt in die foto's en je denkt op dit moment, is er geen angst meer die jij gewoon niet kunt doorbreken. Bent u mee eens? Ik vind het kunnen.